zijn nu onderweg naar Cleveland, want we zijn net in Syracuse geweest, waar we zaterdag zijn aangekomen. En daar zijn we naar een baseballwedstrijd geweest van de Syracuse Chiefs. Chiefs. Tegen de Buffalo... Rochester Red Wings. En daarna zijn we bij de associate dean, bij Hub Brown geweest. Die had ons uitgenodigd met zijn hele familie, dus zijn dochtertjes en zijn vrouw en nog wat collega's. En daar hebben we lekker op de veranda gegeten met hun. En gisteren zijn we op bezoek geweest bij de universiteit. En wat hebben we daar allemaal gezien? De VR-lab. Is er nog wat op de grond, Kim? Je wilt dat ik ga kruipen, hè? Ja? Zodat je dat kan filmen. Maar het ligt nu... Ja, ik val van de trap af als ik hier naar beneden ga. Dat kan niet. Wat wil je? Ik wil het altaar even vasthouden om te staan. Televisiestudio's, very impressive. Ik heb les gegeven aan de Media and Society studenten. En nog een les bijgewoond. Ja, alles geleerd over Google Analytics. Ja. En daarbij erg interessante dingen gehoord. Die we ook zouden kunnen toepassen in de samenwerking, maar misschien ook zelf over kunnen leren. Ja. Maar ze waren heel erg geïnteresseerd in verder met ons denken over wat er allemaal mogelijk is. Ook in bijvoorbeeld landen als Syrië en Libanon? Of... Nou, ze waren echt vergaand in het opzoeken juist van conflicten om daar journalistiek te bedrijven. En dan in samenwerking met mediaproducties. Dus om goede opnames te maken bijvoorbeeld. Ja. We rijden dus nu naar Cleveland, dan gaan we daar één nacht slapen en dan rijden we door naar Chicago. Hoeveel kilometer is het? Het is in totaal iets van 10 uur rijden. We zijn 800-900 mijl onderweg. Ja. Dus dat is best veel. Twee dagen rijden, maar we hebben toch wel een beetje tijd tussendoor. We zijn even langs de Niagara Falls gaan. Ja, en dan morgenochtend weer door en dan naar Chicago, waar de conferentie voor Journalism and Mass Communication is van woensdag tot zaterdag. En daar zijn dus ook veel van deze collega's weer en die gaan we daar ontmoeten en dan praten met andere universiteiten. En daar weer verder mee netwerken en kijken wat we daarmee kunnen. So, Brad, tell us a little bit about our conference here at the AEGMC. Well, this is one of the largest communication conferences in the United States for professors and educators in journalism, mass communications, PR, advertising. And it's a great place to network and meet new friends and introduce old friends to new friends. Which we have been doing here like for 2 days now, and which is great.